Het Hoekwerk. 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 Wie ben jij uh, voor de kijkers die onder een steen liggen en nog niet weten wie jij bent, ja. vertel! Ja, ik ben Roy Korving, 24 jaar. Uh, eigenlijk mijn passie is boksen nog steeds, uh, onlangs gestopt uh, met topsport. Uh, maar nog wel nog steeds actief in de sport en uh, ja, dat zou ik ook altijd blijven. Uh, als we even kijken naar jouw uh, uh, internationale carrière, hoeveel wedstrijden heb je in totaal geboxt? 111. 111 wedstrijden als, uh, een deel, deel als half zwaar bij de jeugd. Ja. En uiteindelijk hoe, uh, hoeveel uh, partijen als uh, zwaargewicht bij de elite? Nou, ik, laten we zeggen 80. 80. Ja, ja 80 partijen. Uh, daar, je hebt uh, veel internationale uh, IBA-toernooien uh, gebokst. Ja. Daarnaast heb je ook de in de Bundesliga gebokst. Voor welke teams? Uh, Chemnitz. Chemnitz. En uh, uiteindelijk nog twee wedstrijden voor een ander Duitse team. Maar voornamelijk uh, ja, voor Chemnitz. Chemnitz ja. Ja, ja. Nou, je brak internationaal vrij snel door. Want dat jaar na de jeugd, EK Jeugd, werd je ook elite volgens mij. Ik elite en een gewichtsklasse hoger, van half zwaar naar zwaar. Gewicht, dus uh, een jaar later bij ja. de elite en gelijk in het zwaargewicht. Maar dat vond ik ook zo bijzonder, want je hebt best wel een tijdje zitten knijpen op die 81 kilo. Ja. Hoeveel moeite kostte het jou om uh, die 81 te halen? Uh, veel moeite en uiteindelijk had ik ook zoiets van, ik word ouder en het wordt alleen maar lastiger. En dat kan je niet tegenhouden. Ja, want ik weet nog toen die zomer, dat heb, heb ik je wel eens op aangesproken... Het verbaas je schoot toen echt vol hè. Toen je het ja. echt los liet. Want jullie beelden te knijpen. Ja, het was, ik was zomaar binnen een paar weken 7, 8 kilo zwaarder. Ja, dat was echt bizar. Ja, want ik, toen. Ik weet niet, had ik je voor de zomers. Toen je naar de elite ging, ik kwam je weer tegen. Ik was gewoon onder de indruk ja. hoe je boem vol schoot ja. aan alle kanten. Ja. Weet je wel. Ja, eigenlijk, uh, ja, 2013, toen 2014. Uh, Eerste elite-toernooi gebokst in Finland. GB-toernooi. Uh, die won ik gelijk toen. Gelijk, hè? Ja. Gelijk. Want dat het, die overstap A van jeugd ja. naar elite... en in gewichtsklasse ja. en bam. Toen 2015 ben ik, denk, was denk ik mijn doorbraak. Toen, uh, toen bokste ik op het Europese kampioenschap in uh, Bulgarije... bij de elite. Mijn eerste, oh. mijn eerste EK bij de senioren. En ik werd daar zesde en... Uh, ja, daardoor ging ik niet naar het wereldkampioenschap in Doha en Qatar. Je moest bij de beste vijf eindigen, eindigen en ik werd zesde. En uh, ja, eigenlijk een paar weken helemaal niks gedaan met boksen. En ik zat zo op school en uh, ik werd gebeld door de boksbond uh, met goed nieuws. Van, jij gaat toch naar het wereldkampioenschap in Doha en Qatar. En ik was op dat moment 19 jaar en uh, nou ja, ik dacht, dat is geweldig nieuws. Ik, en eigenlijk gingen ze ervan uit van, je gaat heen om deel te nemen... Je doet mee met het toernooi, en Je gaat er gewoon mooie ervaring op doen. Ja. Je bent nog jong ja. en uh, ja, eigenlijk nog een maand, anderhalve maand hard getraind, en eigenlijk het maximale eruit gehaald. En uh, ja, gewoon heen gegaan. En we zien het wel. Ja. Nou ja, van zesde van zesde op het EK werd ik uh, nummer vijf van de wereld daar dus. Dat was wel. Uh, kijk, en een gunstige loting had ik daar, dat moet gezegd worden. Maar ik werd daar toch vijfde. Ja, ja, ja. Hoeveel en partijen is, heb je daar gebokst? Uh, ik had een vrijloting. Toen boxte ik in de uh, voorrondes tegen Letland. Ja. Die had toen op dat EK uh, in dat jaar had hij die, die versloeg ik. Okay. En toen uh, boxte ik in de kwartfinale tegen uh, de Rus Evgeny Tyshenko. Die werd daar wereldkampioen, was toen huidig Europees kampioen en later ook Olympisch kampioen. En uh, ja, ik denk toch een hele mooie partij gebokst daar. Ja, 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 ja. ja. En vlak voor het kwalificatietoernooi. Uh, daar is eigenlijk een prestatie waar ik eigenlijk nog steeds wel trots op ben. won ik de chemiepokal in Duitsland. Ja. Won ik je daar in de finale van de Russisch kampioen. Uh, Saddam Magomedov? Ja, dat was voor mij echt. Dat was iets heel moois, want dat gaf mij zelfvertrouwen. En ik dacht, ja. nu gaat het gebeuren. Nu ga ik naar Rio dalen. Ik ga me ja. gewoon kwalificeren. En daar was ik echt. Uh, daar was ik van overtuigd. Ja, Als je van de Russische kampioen wint. Ja. ja. Dus. Uh, en toen vlak daarna gingen we naar het kwalificatietoernooi. Ja, dat was in Baku? Nee. Uh, ja, klopt. Er waren twee kwalificatietoernooien. Eentje ja. in Samsung in Turkije, en in, uh... later in uh, Azerbeidzjan. Uh, was die Turkije niet later? Nee, eerst was Turkije en later was uh, Baku. Want Peter heeft zich uh, gekwalificeerd in Turkije Ja, toen. in Samsung. Ja. In Samsung ja. Ja. En uh, Rico toen in uh, Baku? Baku, ja. Hoe, hoe, ging jou, uh, hoe ging jouw toernooi in uh, Baku? Ben je niet meer geweest, uh, geweest? Ik ben ook naar Turkije geweest. Ja. Um, toen bokste ik tegen een Engelsman. Ja. Um, ja, dat liep niet zoals gepland. Ik ja, verloor ja. die wedstrijd uiteindelijk op ja. een split decision. Hè. Okay. Uh, ik, ik had een uh, zware oogblessure onder mijn oog. Oh, okay. En ik denk ook mede daardoor... Ja, ja. Dan gaan ze niet meer voor je drukken. Dan gaan ze niet meer voor mij drukken. Ja, Dan ja. weten ze ook ja, van... Ja. Hey, de volgende dag moest ik alweer boksen. Ja, ja. Ik had geloof ik 18 hechtingen onder mijn oog. Ja, ja, ja. Dan is het klaar. Uh, dat is het einde verhaal. Ja. Dus ja. Uh, ja, Balen, maar ik wist er komt nog een kans. En ja. uiteindelijk, die Engelsman won ook dat toernooi daar. Okay. En ik verloor op split decision. Dus ja. Uh, ja, Balen, ik denk als ik die blessure niet had gehad, had ik, uh, ja. had ik daar verder gekomen. Ja, ja, maar ja, ja. dat is achteraf. En uh, ik ging vooruit. En uh, ik keek uit naar uh, Baku in Azerbaidjan. Ja. En daar moest het gebeuren. En ik wist ook van, de kwalificatie-eisen zijn er heel streng. Uh, bijvoorbeeld in het weer gingen daar de beste vijf. Ja. En uh, bij mij ging alleen de winnaar van dat toernooi de winnaar, ja, ja. en het was een wereldkwalificatie dus vanuit heel de wereld kwamen alle boxers ja, maar daar om die... de laatste kans volgens ja. mij hè? nou daarna was er nog een WSB uh, toernooi okay. kwalificatie ja, ja. maar daar ging ik niet heen ja. dus voor mij was dit het laatste moment maar ik wist ook ik moet dat toernooi winnen ja, ja, ja. Er ligt heel veel druk er ligt heel veel druk en dan is het tijd om eindexamen te doen dus ja, ja. daar moet het gebeuren dus uh, je kan nog zo goed gebokst hebben daarvoor uh, je moet het gewoon laten zien en als je het ja. niet doet dan is het gewoon klaar en dan... ja. En ik even vakantie gaan houden. Ja. <laughs> ja. Uh, ja, na, na een spannende loting, uh, boxte ik in de eerste wedstrijd tegen uh, Nieuw-Zeeland. Dat was toen uh, ja, de huidige Commonwealth Games kampioen. Ja. Uh, spannende wedstrijd en ik won. Toen daarna tegen Nigeria. Nigeriaans kampioen. En, uh, ja, echt een, een oersterke vent. Ja. Ik zag, zat laatst nog het filmpje terug te kijken. Ik Nou, dat is echt. Uh, dat was echt een zwaar bevochten partij. Dat was ja. echt. Uh, ...had ik het geluk dat ik daarna nog twee dagen herstel had... ...voordat ik de halve finale moest boksen van het, uh, het wereldkwalificatietoernooi. Ja. En dat was tegen Julio Castillo uit Ecuador. Ja, ja. ja die wedstrijd vergeet ik nooit meer. Daar, daar, daar heeft, uh, heeft Peter daar niet laatst tegen gebokst? Dat heeft Peter laatst tegen gebokst? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En uh, ja, op dat moment had hij al twee keer de Olympische Spelen gebokst. Ja. En, uh, ja, een ervaren jongen. Ik denk uh, dat hij toen eigenlijk op zijn sterkte was... Ja. Kijk, in de eerste twee wedstrijden had ik de regie, was ik de baas. Ja. En uh, ja, toen niet. Toen, ja, was, ja. toen had hij de regie en hij was op dat moment de sterkere man. Ja, ja, ja. Een zware wedstrijd en uh, ja, ik voelde in die wedstrijd uh, ja, de, de wedstrijd uit mijn handen glippen. En, uh, ja, in de derde ronde kreeg ik nog een, uh, een harde linkse stoot, waardoor ik nog zelfs neerging. Okay. Um, en dan ben je kwetsbaar. Ja, als je neergaat moet je eigenlijk zien te overleven. Ronde 2 was dat. Ronde drie, laatste ronde. Ronde drie, ja. ja. ja, ja, ja. Okay, ja dan, uh, je wordt ook onzeker, want je bent bang dat je nog een keer op die stoot loopt. Ja, en nee, Je wilt ja. die wedstrijd wel uitboksen. En, uh, ja, het is, op dat moment is het Olympisch succes, of, uh, of niet. Ja, ja, ja. Dus uh, ja, naar het midden van de ring en ik wist hoe laat het was. Geen Olympisch succes, dus uh, einde verhaal. Ja, en dan sta je daar op het podium en je hebt een bronzen medaille, maar... die uh, is dat even je, niks waard. Dat is even niks is waard. Even dat is, waard. Nee, dat is, er zit een heel wat verhaal aan vast, maar uh, er zit geen succes aan vast. Je hebt een drastische keuze gemaakt. Hè. We kijken naar... Ik bedoel, als ik oh, naar ja. jou kijk, je bent... Heel eerlijk gezegd... Even los van vooruitlopend op de keuze die je hebt gemaakt. Maar als... Ik zie ik jou persoonlijk als... Een van de mogelijke uh, boxers die zich zou kunnen kwalificeren voor 2020, ja. he, die de potentie daarvoor heeft. Ja. He. Het is natuurlijk, het is een hele competitieve sport en het is afhankelijk van, uh, van heel veel dingen. Ja. Maar als we iemand moeten labelen als potentieel kandidaat voor 2020, dan ja. ben jij dat. Ja. En toch. Heb je andere keuzes gemaakt? Je kiest voor een, een maatschappelijk doel. Ja. Bij defensie aan het werk te gaan. En wat, wat doet dat dan met je focus van het boksen? Wat voor invloed heeft kijk, dat? Kijk, ik ben altijd wel iemand geweest die over dingen aan het nadenken was. En uh, zo dacht ik ook altijd na over mijn toekomst. En, uh, kijk, als je jong bent die zit nog op school, dan, uh, dan denk je daar misschien wat minder over na. Leefde voor mij alleen het boksen. Alleen ik ging ook nadenken over een inkomen. En een A-status uh, was voor mij inkomen. Alleen ik wist ook, uh, presteer ik een jaar niet, dan is er voor mij geen inkomen. Ja, ik denk als je als bokser je alleen kan bezighouden met het boksen zelf, dat je dan kan gaan presteren. En als je je bezighoudt met allerlei uh, andere dingen daaromheen, dan gaat je prestatie daar uiteindelijk on onder lijden. Zat dat het geluk in het boksen alleen in, in het winnen? Nee. Nee, ik denk niet alleen het winnen. Ik denk ook uh, het trainen in extreme, uh, dus zoveel trainen, zo zwaar trainen, dat gaf mij ook voldoening. Dus ook uh, ik had soms echt niet altijd zin om keihard te trainen joh. Ik zag soms echt met tegenzin was naar de training. Maar dan hield ik dat doel voor ogen en dan kon ik me metzelfde disciplina toch toezetten om te gaan trainen. En dan was ik klaar met die training. dan nou, had ik zoveel daan gevoel en dan voelde ik me zo goed en je voelde ook naar die wedstrijd door dat je steeds fitter werd en dat, ja. dat voelde gewoon heel goed en dat maakte mij ook op dat moment gelukkig ja. Ja, ja, ja. en kijk ik heb ook een heleboel wedstrijden gewonnen en dan presteerde ik eigenlijk niet goed dan had ik wel gewonnen maar dan had ik niet goed gepresteerd of niet gebokst zoals ik van tevoren had verwacht en dan was ik eigenlijk helemaal niet uh, blij met die wedstrijd en achteraf doe ik me daar ja, best wel tekort mee want je hebt gewoon gewonnen maar klaag je wel weet je wel alleen je ziet, je ziet dat traject zie je voor je en je wilt beter worden, je wilt dat verbeteren, doel halen. Het is ja, continu in verbetering precies. zijn. Precies, het is nooit goed genoeg ja, eigenlijk. Ja, ja, je wilt ja, ja, constant beter ja, en beter ja. en sterker worden. Oké, okay, je zegt dus eigenlijk uh, van... Uh, het geluk in het boksen was meer dan winnen alleen. Ja. Aan de andere kant geef je ook aan van ja... het continu verbeteren heeft me ook geluk ontnomen... Het continu ja. willen ja, verbeteren ja, bijvoorbeeld dan heb je met momenten doen missen. Hè? Als je ja. het hebt over wedstrijd winnen, dan toch nog super kritisch ja, 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 op jezelf zijn. Of gelijk die wedstrijd daarna willen analyseren. Ja. Of dan heb je gewoon een toernooi gewonnen en dan de finale is echt heel slecht gegaan. Dan ben je een paar keer onnodig geraakt. Ja. Ja, dan bouw je daar gewoon van. Maar achteraf dan ben je op dat moment, in dat, op dat toernooi ben je gewoon de beste geweest eigenlijk. Dus ja. waar ja. klaag je dan om? Maar dat is gewoon ook denk ik een mentaliteit Van constant jezelf willen verbeteren. Constant beter willen worden. Ja. Ja. En um, dat continu verbeteren heeft dat uiteindelijk opgeleverd wat je zocht. Ja. ja. Um, niet helemaal. Uiteindelijk heb ik niet de spelen gebokst, hè. Dat was nog mijn enige doel. Maar ook um, ja, in de sparring, in de training, als die niet naar, naar wens ging en ik zat daarmee, dan ging ik mezelf, ik nam dat mee naar huis. Ik ging, ik ging erover nadenken. En, maar maakt dat niet het verschil ook juist uit met de andere boxers? Ja. Ben jij daarom niet outstanding geweest ten opzichte van de rest? Omdat jij er mee naar huis gaat, omdat je het nog meer beter bent? Ja, je geeft dat zelf de, aan, ja. dat, dat continu willen verbeteren ja. is de topsport. Ja, dat dat, dat is je zo, aan ja. de top. Ook, dus zou, zou dat, zonder dat continu willen verbeteren, zou je, dat dan, zou je dit dan ook bereikt hebben? Nee, ik denk dat je als topsport echt moet streven naar het ultieme. Dus echt de, je wilt de ultieme sporter zijn, de ultieme boxer. En dat heeft ook te maken met heel jouw, uh, ja, heel jouw ritme, heel je leven. Dus uh, op tijd naar bed, je voeding. Dus eigenlijk niet alleen het boksen, hè. Dat is, uh, er komt nog veel meer bij kijken. Helemaal op jongeren leeftijd toen met de EK jeugd rond die tijd. Ja dan uh, je vrienden die gaan, uh, die gaan op stap, die ja. gaan feesten. En ja. Ja, jij zit thuis en je gaat op tijd naar bed. Je wil rusten. Hoe heb je dat ervaren? Heb je, heb je daarin uh, uh, dingen gemist? Als je kijkt naar die topsport. Uh, heb je het idee van nou ja, ik, uh, ik heb zoveel aan de kant moeten zetten. Dat ik ook hier en daar. Uh, uh, dat ik hier en daar ook wel had nee, gemist nee, heb? Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee. Nee, ik, ik ben nooit echt een persoon geweest die uh, echt veel op stap wou gaan. Of uh, ik had altijd wel het doel voor mijn ogen. En op dat moment maakte mij dat gelukkig. Dus. Mm -hmm. Precies, en ja, het ja. heeft mijn hele hoop gebracht. Kijk, het boksen. Uh, het heeft een hele hoop mooie prestaties gebracht, een hele hoop mooie herinneringen, um, mooie medailles, maar ook vriendschappen. Even nog inzoomen op, op, op uh, uh, die kritische houding. Ja. Ik wil gewoon even een aantal dingen, wil ik wat dieper op ingaan, omdat ik denk dat is interessant voor de luisteraar. Waar ik, waarin ik bedoel, ik werk zelf ook met topsporters. Ik heb zelf twee A-klasses. Dus we zijn ook constant op zoek naar verbetering. Ja. Eh, dat probeer je als trainer te faciliteren. Maar ik denk dat het nog belangrijker is wat de houding van de boksen zelf daarin is. Ja. Eh, want de trainer kan. Lopen gooi, met allemaal dingen kunnen lopen. gooien. maar uiteindelijk wat doe je er zelf mee? Hè? Ja. Bedoel, en ik hoor jou zeggen, en dat vind ik een heel interessante. Jij kan van een sparring. Kun je twee dagen, nou ja, kun je daar um, ja. druk over zijn als dat niet liep zoals je wou. Ja. bijvoorbeeld. Hè? Ja. Kun je dat wat meer. Hoe, 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 hoeveel impact had dat boksen nou buiten de training om in je hoofd, voor jezelf? Hoe was je daarmee bezig? Uh, Eigenlijk, boksen um, is een sport die 24-7 doet. Dus um, een hoop analyseren met filmpjes van sparringen, uh, wedstrijden. En dus ook als je thuis zit, ben je daar eigenlijk constant mee bezig. Uh, je voeding. Uh, wat ga ik morgen doen? Hoe, zie, hoe, ziet mijn, hoe zien mijn trainingen er morgen weer uit? En hoe ga ik dat aanpakken? En ook je goed overleg met je trainer natuurlijk. Um, maar waar ik eigenlijk. Zelf altijd het meeste van kon balen en uh, dat nam ik dan ook wel mee naar huis als ik dan onnodig werd geraakt, dus je verdediging. En, uh, kijk, als bokser, het is natuurlijk de truc om jouw tegenstander te raken en om zelf niet geraakt te worden. Als je dat perfect beheerst, dan ben je een, dan ben je een goede bokser. Ja. Dus daar ben je constant uh, in aan het, verbeteren. aan het verbeteren. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Dus dan ga je naar huis, je bent een aantal keren geraakt waar je het niet wou, Roy. Door Stelly. <laughs> bijvoorbeeld. Hè, noem maar een, want het gaat. Ja. Ja, 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 ja. Om, om persoon X. Ja. Wat, vertel me nou eens. Ja. Vertel me nou eens. Wat doe je daarmee? Dan ga je naar huis, zit je in de auto, en dan? Dan. Denk je aan hoe, die, hoe de sparring is gegaan. En, ja. uh, okay, ik ben eigenlijk ook wel altijd een persoon geweest die uh, bewust omgaat met zijn gezondheid. Dus uh, de impact van een stoot. Elke stoot die je pakt is er één te veel. En uh, dat had ik ook met spanning. Als ik dan hard geraakt was, uh, dan baalde ik daarvan. Ik denk, uh, ik wil niet te veel stoten pakken. Ik wil na het boksen. Uh, wil ik ook gewoon nog uh, normaal kunnen denken. en gewoon een goede gezondheid hebben. Dus er zijn ook boxers geweest die te langzaam doorgaan of die te veel stoot hebben gepakt en die uh, ja, daar last van hebben. Broe, ik moet je toch even onderbreken, hoor. Oh. Nou, ik heb het toch, ik heb het toch partijen voor jou bij de jeugd, jongen. Je bent wel wijzer geworden in die ja, tijd. Ah, ja, ja, ja. oh, oh, kom op, Misschien mis je heb je je hardste partijen wel bij de jeugd gevochten, of niet? Um. Als je het hebt over 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 onnodig incasteren. Ik heb wel wat stoten meegepakt. Ja. 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 Ah, ik, bedoel, het was, ik bedoel, je bent van nature ongelooflijk sterk. En je hebt, een ja. je hebt een heel groot incasseringsvermogen. En ik had juist het idee dat in het begin dat wel juist. Uh, hoe noem je dat? De beperkende factor was. Ik vind het... Ik bedoel, je bent nu volwassen en wijs. Ja. En, bedoel, en je bent ook meer vaardiger als bokser geworden. Dus het heeft ook met vaardigheidsniveau te maken. Maar aan de andere kant... Uh, uh, ja, ik kan bij de jeugd toch wel uh, echt qua partij voor ogen halen. Ik denk, ja. dat, is niet dat, je, dat ik onnodig geraakt werd, ja. Ja, Dat je in een afstand zat nee, dat, je... is, dat, is, dat is toch denk ik zo. Als je... Als je daar niet meer bewust mee omgaat, dus als, ja. je, uh, als je er niet van zou baden dat je geraakt wordt en doet ja. je niks, dat zou toch ook niet goed zijn? Nee, nee, eens, nee, nee, nee. ik ben het met je eens. Ja, ja. Maar ik bedoel, ik, dan heb je daar wel een hele ontwikkeling in doorgemaakt. Ik um, bedoel. Ja, kijk, als je, misschien als je jong <coughs> bent, dan denk je daar misschien wel minder over na. Dat zou ook niet ja. Maar. Ik <coughs> uh, bedoel, dat bepaalt je bokstelt toch ook. Als, ja. jij, als, jij, als, jij, als jij zegt, nou ja, bedoel, als jij zegt, ik wil niet onnodig geraakt worden voor mijn gezondheid. Ja. Ja, dat is, maar natuurlijk, wil je winnen, moet je ook zo min mogelijk geraken ja, worden. Ja. Dus het is een beetje allebei. Maar dat bepaalt ook dus, dan word je dus veel kritischer op dingen... ...dan als je bijvoorbeeld een, 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 een bokstel met meer risico hebt. He? Ja. Toch? Dat ja. bepaalt toch ook het is toch invloed? Ja, als, je, als, je, als je een bokser bent die alleen maar vooruit kan boksen in de dubbele ja. dekking... Ja, ...dan pak je gewoon meer stoten als ja. een bokser die, uh, die bewegelijk is, die gaat verplaatsen. Ja. Dus, ja. Nee, maar dat heeft dus... Even, nee, maar ik moest even terugdenken... want ik hoor je zo praten... Ik, de, en ik kan me toch ja. echt partijen voor de geest halen. Ja, noem, noem er eens een. Nou ja, in Mostag. Die, ja. die, die, die gemiddelde partij. Ja, ja. De, de, die partijen daar. Dat, dat, ja. Dat was... Ja, dat Dat, 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 dat gaat, hey, gaat, gaat te hard op, ja. Ja, ja, ja. ja, en, ja. En, en, en je bent van... Ik bedoel... Je, je bent echt een sterke jongen... en je, hebt, je, je bent absoluut geen piepet... en uh, nee. je, je slikt ze ook wel weg, zeg maar. Ja. Ik, heb het, ik heb het gezien... Maar ik weet, bij de jeugd zaten er echt wel, echt ja, wel gruwelijke partijen. Ik weet, dat verhaal, dat, dat is uit tweede hand. Want daar was ik niet zelf bij. Op één toernooi, daar was ik niet bij. Daar, daar, daar kwam je uit de ring. Ja. Wist je de pincode. Wist je de pincode van je telefoon niet meer. Weet je, waar was dat? Gaan we dit uh, uitzenden? Ja, <laughs> ja, <laughs> Jij begint over heel mooi verantwoord verhaal. <laughs> ja, dit is toch mooi, klopt, ja, uh, <laughs> dat was een mooie verhaal. Ja, dat was, de, de, <laughs> ja, was de, de Brandenburg Cup in Duitsland bij de jeugd. En dat was ook in voorbereiding voor, voor het EK-jeugd. Ja. En dan uh, boks ik tegen een, uh, een Ierse half zwaargewicht. En eigenlijk twee rondes heel netjes uh, gebokst en voor punten. En, uh, en de derde ronde keert heel die wedstrijd om. Nee. Ja, dan word je een paar keer goed geraakt. ja, nee. ja, ja, ja. Oh, dus, uh, oh, oh. Nou, de, de pincode van mijn telefoon, die wist ik nog wel. Maar dat zijn wel wedstrijden dat je gaat denken: van uh, dat is niet helemaal goed. Oh, oké. Nou, het verhaal gaat in je pincode. Oké, okay, Nou, ja, ja, ja. <laughs> ja, goed. En zo zijn er. Ja, nou, ik bedoel, bij de jeugd heb ik je inderdaad wel een aantal partijen zien boksen. waarin je gewoon. Uh, kijk, en dat heeft ook natuurlijk. Je moet ook groeien als bokser. Ja, ja. En uh, ik vind het mooi hoe je er nu over spreekt. Ja. Maar ik weet het. Ja, uh, ja, ik ben, ja, ja, inderdaad. Ja, ik denk dat je wel gelijk hebt. In het begin ging ik daar niet zo heel bewust mee om. Maar vooral de laatste periode ben ik er wel bewust mee omgegaan. Dat ik gewoon uh, nog wel helder in mijn hoofd ben. Ja. Ja, 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 ja. Ja. En vooral uh, in het zwaargewicht en het superzwaargewicht... dat is weer een heel ander spel als in het ja, lichtgewicht. Ja, 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 jij kan er alles over zeggen, denk ik, ja, met Stanley. Uh, ja, er lopen gewoon jongens rond die zijn misschien technisch minder goed... maar die hebben wel een harde stoot in het huis... Oh, en, ja. Dan ja, kan één stoot uh, met één klaar zijn. Ik las in het krantartikel. In het krantartikel las ik een aantal uh, dingen waaronder uh, je uh, een van je meest mo memorabele momenten. Ja. Een van je meest memorabele momenten was uh, de winst tegen Peter Mullenberg op het NK. Ja. Uh, daar ben ik wel benieuwd naar. Waarom uh, uh, markeer jij dat als... Uh, uh, ja, ik weet niet hoe je het exact. Ik uh, kan het niet ja. helemaal exact terughalen. Hey, ik wil er wel wat over zeggen. Um, Allereerst uh, Peter Mullerberg en ik uh, zijn teamgenoten. Uh, eigenlijk jarenlang samen getraind. Ook in Apeldoorn, waar jullie ook zijn geweest. Waar we ja. altijd uh, een hele hoop rondes gemaakt hebben. Hebben gespaard. Uh, we hebben elkaar echt beter gemaakt. En uh, dan ken je elkaar ook door, door en door als bokser. Een ook weg geweest naar toernooien. Ook samen naar de, naar de Olympische kwalificatietoernooien geweest. Samen naar, en naar het WK geweest, naar het EK. Dus je bent een hele hoop weg geweest, een hele hoop samen geweest. En dan uh, komt het NK. En dan weet je dat hij moeilijk in zijn gewicht zit. En dat je dan uiteindelijk uh, ja, tegen elkaar gematcht wordt. Uh, ja, dat is apart. Dat is, dat is bijzonder eigenlijk. En uh, ik denk voor het publiek is dat heel mooi. Dan komen er. Uh, Twee internationale boxers tegen elkaar uit in Nederland, wat ik denk, wat, ja, wat denk niet heel vaak gebeurt. Uh, voor mij was het ja, wel een apart gevoel, want uh, ja, we hebben elkaar eigenlijk al die jaren nodig gehad. En dan één keer is er een concurrerende strijd. Ja, ja, ja. Want hij wil als zwaargewicht uh, nummer één worden naar de Spelen. En ja, voor mijn gevoel was ik daar uh, de nummer één zwaargewicht al jaren eigenlijk. En, ja, dan is het eigenlijk aan de ene kant jammer dat hij dan die keuze maakt om in mijn gewicht ook te willen gaan boksen. Aan de andere kant had ik zoiets van, uh, ja, topsport is uh, ook voor jezelf. Je wilt zelf succes boeken en ja. uh, dan is het maar hard. En dan moet je die wedstrijd gewoon winnen. Is, heeft het ook te maken met het feit dat jij als jong, nou ja, jonge, jonge bokser zeg maar, in de selectie uh, komt en... Uh, Peter eigenlijk natuurlijk uh, de, het vlaggenschip was en jij daar uh, tegenop keek of, 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 of veel aan van geleerd ja, heb. En dat hij een bepaalde positie had, ja. hè? Is, dat, is dat ook, ja. hè? Is, is, heeft dat ook meegespeeld hè? dat er daar opeens een ommekeer komt in, uh, in uh, van. Ik uh, bedoel, als je nou uh, dat samen opgaan in dat team en dat jouw opeens dan ja. tegenover elkaar staat. Ja, ja, eigenlijk, hij uh, ja, ja, wordt eigenlijk genoemd als Boegbeeld binnen de boksbond. En uh, ja, ik had zoiets van, ik ben een nummer 1 zwaargewicht. Ik wil gewoon laten zien, van, ik wil als, uh, dat had ik toen, van, ik wil als nummer 1 naar, naar Tokio toe ja, ja. Uh, in mijn klasse. En dan is het wel, uh, kijk, hij is de uh, wat oudere, uh, ervarene uh, bokser. En ik ben ja. de wat jongere bokser, maar ook uh, met een, ja, ik wil toch genoeg ervaring. En uh, kijk, wat ik denk, een hele hoop mensen niet hadden verwacht. Uh, die wisten dat ik bij Defensie werkte. werkte, werk nog, nog steeds. maar. die wisten niet dat ik in mijn opleidingstraject bij Defensie. Uh, nog steeds eigenlijk kaart aan het trainen was. Ja, ja, ja. en ik had nog steeds dat doel voor ogen. En toen ging ik ook bij de high school of boxing trainen in Roosendaal, bij Walid, mm. omdat dat ook ja, ook dichtbij. Uh, bij mijn werk zat. En dus had ik eigenlijk geen optimale voorbereiding. maar wel een voorbereiding. Uh, ja, ik had er alles aan gedaan om gewoon zo fit mogelijk uh, mm -hmm. op het NK te staan. En samen met mijn coach uh, Sammy en Walid, uh, ja, toch een mooi, uh, mooi uh, traject afgewerkt richting dat NK. Want kijk, de jaren daarvoor uh, was het NK eigenlijk een verplicht nummer. Yeah, yeah. Uh, ik boxte tegen een Italiaan in 2017 op het NK omdat het geen Nederlandse tegenstander was. En het jaar daarvoor uh, ja, was het ook niet zo heel belangrijk. Maar nu. Uh, zo vlak voor de spelen was het belangrijk voor mij. En... Had jij op dat moment een A-status? Nee. Had Peter een A-status? Op dat moment? Ik wil geen verkeerde dingen zeggen, maar volgens mij wel, ja. Ja, volgens mij ook. Ja. Nou, waarom ik dit vraag, wat ik uh, heel bijzonder aan deze wedstrijd vond, is dat uh, Peter had een A-status. En die besloot vervolgens om een gewichtsklasse omhoog te gaan. Ja. Om dan met een, uh, wat ik naar mij weet, ik, ik weet het niet exact, maar volgens mij nog niet zo lang verworven A-status. Dan de stap omhoog te maken. Ja. En dan uh, de wapens te kruisen met jou. Ja. Op het Nederlands kampioenschap, ja. op dat podium, ja. in dat gewicht. Ja. Dat vond ik nogal risicovol vanuit ja. zijn optiek ook genomen. Dus dat ik vond daar best wel veel ja. lading op die partij zitten. Ja. Het was niet zomaar een partij. Nee. Het, het kwam veel ja. bij kijken. Ik, ik zeg het verkeerd. Ik had op dat moment was mijn laatste maand, maand van mijn uh, aanstaats. Ik had op dat, op dat moment tijdens die wedstrijd had ik nog een aanstaat. Oh ja, had wel een aanstaat. Ja, oké. Okay. Dus er waren twee boxers met een aanstaats eigenlijk. Ja. Oké, okay, wel. Ja, ja, ja. ja oké. Okay. Ja. Goed, volgens mij had Peter op dat moment. Ja, nou, dat weet ik ook niet. Maar ze hadden allebei aanstatus. Ja, maar het ja. is wel volgens mij voor. Uh, als je zeg maar, twee, twee jongens hebt met potentie in hun eigen gewichtsklasse. En je houdt ja. ze opeens in één gewichtsklasse. Ja, ja, ja. Uh, als je kijkt over op, 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 op kansen spreiden als team. En de mogelijke kwalificaties voor de toekomst. Ja, broer, het is lastig om, ja. om, om, om zeg maar dan uh, nummer twee van Nederland te zijn. Ja, Snap je? Het is een, ja, ja precies. Wat dus het lag heel, al. lag heel gevoelig ja. en ook uh, de media-aandacht speelde daar ook bij een rol. Uh, ik wist, NOS ja, is daar. Ja, ik praat verder hoor. Ik wist dat bij die wedstrijd NOS, uh, NOS er zou zijn. Uh, SBS 6 was er met een programma. Een uh, aantal verschillende kranten zouden daar verslag over doen. En uh, ja, in bokstermen noemden ze het ook de uh, main event. Dus het was een, een beladen wedstrijd. Ja, dat was het absoluut. Ja. Misschien kan ik eerst aan jou vragen hoe jij die wedstrijd ervaren hebt. Uh, vanuit mijn kant denk ik heel sterk gebokst. Ja. Ik denk dat ik wel uh, daar, dat daar lichaam en geest één waren. Dus ik geloofde ook in mijn kunnen. Ik geloofde dat ik, ja, dat ik de nummer één uh, zwaargewicht daar op dat moment was. Ja, ja, ja. ja. ja nee, ik vond het verschil groot. Alle drie de rondes. Ja. ja, ik vond kijk, het. Kijk, weet je wat het is? Kijk, je kent elkaar natuurlijk door en door. Ja. Je hebt zoveel rondes met elkaar gespaard. Je hebt elkaar ook beter gemaakt. Dat ja. moet gezegd worden. Maar dan weet je ook wat een ander kan. En dan, ja. uh, dan, dan weet je dat van voor die wedstrijd. Weet je wat de ander uh, kan gaan doen. En dat had ik voor mezelf ook duidelijk. Ik weet, ik weet hoe Peter bokst. Hij weet hoe ja. ik bokst. Ja. Dus ik was daarop ingespeeld. Ja, en daarin komt ook wel denk ik een beetje de kwaliteit. Want voor mij blijft het nog altijd interessant vanuit de zijlijn te bedienen waarom die ja. keuzes zijn gemaakt. Om eigenlijk uh, twee, ja, echt de, de beste boxers van Nederland. Uh, ik bedoel, tuurlijk is dat interessant, maar omdat ze toch echt uit een, in een andere klasse allebei zitten. Ja. Weet je wel? Waarom die dan in diezelfde ja. klasse te drukken? Ja. Uh, ook met het oog niet voor. voor ik bedoel, natuurlijk willen we een spannende wedstrijd zien, een beladen wedstrijd. Hoe meer, hoe beter. Aan de andere kant weet je ook. Aan de hand van de, 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 de titels en de status die eraan hangt. Ga je internationale pad. Ja. Hè? Dus bepalend voor je selectie. Die scherpte ja. in de partij. Ja. Dat, dat, waar jij zegt. Je ja. hebt het over lichaam en geest. Ja, één zijn. ja, ja. Kijk. Maar dat is vaak, denk ik, dat mensen zich ook een beetje vergissen in jou. Kijk, ik, over... kijk ik had toen een. Nou, ik had zeker een half jaar nou, langer geen wedstrijd gebokst. Alleen maar de opleiding bij Defensie uh, gevolgd en wel getraind. Toen boxte ik twee weken voor het NK nog een, uh, een windmeelpartij. Eigenlijk om een beetje ja. dat wedstrijdgevoel nog ja. even te hebben voor het NK. En er was ook geen uh, hele... Hoogstaande wedstrijd. Dat was geen toppartij en dan twee weken later box ik dan toch wel een. Uh... Ja, als het erom draait. Dan, precies. En dat is dat weet, is wel weet, kwaliteit. En dat noemen ze pieken. Ja, 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 ja. Maar dat, dat vind dan ik gaat dat het is om. iets en... wat mij fascineert aan jou. Ja. En kijk, en dat heeft ook denk ik te maken met uh, uh, rust houden. Ik denk dat uh, okay, de training is een groot onderdeel, maar ik denk dat de rust nog veel belangrijker is. Dus vlak voor die wedstrijd ga je afbouwen, dan moet je rust en dan worden die trainingen steeds scherper, hè? En daarin is de coach denk ik ook heel belangrijk: dat je een goede vertrouwensband hebt met je coach. En dat je goed. Een uh... coach is niet alleen je coach, een coach ook, wordt ook uiteindelijk je vriend. Dat heb ik met Sammy, dan heb ik met Walid. En uh, ja, die band was goed en daar vertrouwde ik op. Ik vertrouwde op het team en ik vertrouwde op het plan hoe wij die wedstrijd gingen boksen. Nou. Ja, ja, ja. Ja, ja ik, had een, ik had het idee dat je een paar keer op zijn haken had staan. Ik vond het een. <laughs> ja, serieus. Ik zat in die zaal, ja. bo weet je wel. Dat, ik vond het krachtsverschil groot. Ja. En, ja, wat dan ook wel wat met me deed... en uh, dat had ik eerlijk gezegd van tevoren niet helemaal verwacht... is dat, uh, met alle respect voor Peter... en ik ja. mag hem heel graag en uh, ja, nog steeds... maar dat het publiek eigenlijk achter mij ging staan... dat, dat vond ik wel opvallend. Want uh, ja, als ik dan een stoot plaatste... dan hoorde je heel het publiek eigenlijk ja. een soort van meeleven Ja, met wat Ja, ja. Het was een zwaar beladen wedstrijd. Ja. En in principe was, was Peter de uitdager. Ja. He, dus bedoel, je komt gewoon in... In die zin was, was jij, ben jij jaren achtereenvolgend de nummer één in ja. het zwaar. En hij kwam je uitdagen. Ja. Nou, en, vervolgens, en vervolgens in die wedstrijd is het spelbeeld best wel uh, duidelijk één kant op. Ja. Uh, je, ziet, je ziet dat Peter er niet echt aankomt. Of onvoldoende. Ja. En het krachtsverschil vond ik echt groot. Vond ik ja. echt groot. Ja. En, uh, ja. ik denk ook niet dat het een wedstrijd was waarin. Uh, ik denk dat het vooral een, uh, een tactische wedstrijd is mm -hmm. geworden. Mm het -hmm. dus, uh, ja, dat zijn hele mooie, mooie herinneringen. Ja. Ik. Ja. Ja. Nee, dat kan ik me niet bij voorstellen. Hoe kijk jij naar je tegenstander als je bokst? Wat zie jij? Hey, je staat tegenover, over tegenstander, sparspaarder, whatever. Ja. Wat, wat, wat zie jij? Wat ziet Roy door zijn ogen als hij in de ring staat of aan het sparen is? Wat zie jij? Iemand die me keihard wil raken. Iemand <laughs> die je keihard wil raken. Waar let je op? Waar let je op? op wat, wat zijn de nou, dingen die jij altijd in ja. bijzonder als eerste wil weten? Ja, of kijk het, Eigenlijk, uh, er zijn, een bokser die heeft altijd een aantal combinaties die hij graag geeft. Dus een aantal stoten die hem lekker liggen. En uh, voor mij waren dat ook een aantal stoten. En, uh, ik vond het fijn om ook vooral naar het lichaam hard te werken. Dus uh, ik, een linkshandige bokser tegen een rechtshandige bokser. Ik gaf graag een leverstoot. Uh, daar zag ik vaak een opening liggen. Maar op een gegeven moment kregen ze dat ook wel een beetje door. Dus dan moet je weer uh, voor wat anders gaan kijken. Maar eigenlijk ben je constant als bokser op zoek naar een opening in de verdediging van jouw tegenstander. En, um, dus met welke ogen hoe kijkt zo kijk je? Je bent op zoek naar de opening. Je naar, kijkt de opening naar de opening, ja. Wacht, de, de, als je nou een vreemde boksen, je komt in de ring, je, ja. je, je, je weet er niet zoveel ja, van. En dan? Je kijkt ja. Aan, wat, wat zie je dan? Ja, dan zijn de eerste tien seconden cruciaal. Oh ja, ja. In die tien seconden merk je uh, hoe die staat, hoe die bokst en wat die doet. Mm -hmm. Dus uit de stand, die gozer, je kijkt naar die gozer, je ziet in één opslag zijn hele postuur, zijn hele stand. Daar, ja. heb je Kijk, daar al je kan je van zwaar? tevoren zien of hij fysiek getraind is of uh, wat minder. Mm -hmm. Maar uiteindelijk hoe die bokst, dat zie je pas in die eerste tien seconden. Mm -hmm. yeah. En die tien seconden die bepa die zijn denk ik ook wel bepalend in, in het verloop van de wedstrijd. Uh, kijk, ik was altijd een bokser waarin ik in die eerste 10 seconden ging kijken wat mijn tegenstander ging doen. Dus ik was niet iemand die vol gelijk op de aanval ging. Uh -huh. Even kijken, wat gaat hij doen? Hoe, hoe bokst hij? Hoe reageert hij? en uh, Uitlokken met een enkelvoudige. Uh, Verloor stook. je vaak die eerste ronde? Of dat niet? Nou, ik denk niet heel ik, vaak. Er was de eerste ronde. Ik was wel traag starten vaak. Dus dat ja. ik. Er waren ook aandachtspunten voor mij. Dat ik vaak die eerste ronde te traag startte. Dus dat ja. ik sneller moest opstarten in die eerste ronde. Dat waren ook. Daar heb ik het vaak met Sammy over gehad. Wel aandachtspunten om mee te nemen. Dat ik gewoon sneller moest opstarten. Omdat het zijn drie rondes. Als je ronde één kwijt bent. Dan moet je de twee winnen. Ja. Dus uh, dat waren aandachtspunten. Maar aan de andere kant. Ja, je wilt toch kijken hoe je tegenstander reageert. Ja, ja. ja, 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 ja. ja. nogmaals. Je ziet die. Tegenstanden. Waar kijk, je hebt... waar, waar, ja. waar kijk je naar? Je, kijkt, je bent op zoek naar de opening. Je ja. bent, op zoek, wat ja. je bent op zoek naar zijn stijl. Je bent op zoek naar zijn stoten. Je wil snelheid, snelheid voelen, ja. je wil zijn snelheid ja. voelen. Ja. Kun jij al dingen aflezen zonder dat hij wat gedaan heeft? Uitstraling. Uitstraling. Ja. Wat zegt uitstraling? Zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen. Wat zegt zelfvertrouwen? Dat bedoel... je zeker bent van je zaak. En ja, dat je... maar er zijn ook genoeg boxers... die hebben gewoon misplaatst zelfvertrouwen. Ja, eh, die, ja eh... maar ja, ik denk toch een bepaalde blik in iemands ogen. En ook, ja. uh, ik denk dat een fysieke, uh, hoe je fysiek eruit ziet, dat dat ook wel wat zegt. Ja. Denk ik. En ik denk dat het ook wel uh, voor je tegenstander. Kijk, als jij uh, goed afgetraind eruit ziet... Dat die... ziet die tegenstander ook. Denk ik. Je weet, ja, je leest eigenlijk af aan zijn fysieke gesteldheid hoe serieus ja. hij het boksen neemt. Ja, En ook. Uh, ik zelf denk dan niet zoveel, dan laat jij je trainers over. Maar uh, die gaan analyseren wat die, wat die tegenstander bereikt heeft en wat hij uh, dus opgesteld is. Ja, ja, precies. Ja, ja, precies. Maar ik ben Dat toch zeg ik ook wel. Ik ben toch even benieuwd welke scan jij erop loslaat in dat gewecht, hè Zeg maar, wat zijn belangrijk? Je hebt uitstraling, je hebt het fysieke gesteldheid: nou ja. links voor, en, rechts re voor. Links voor, rechts voor. Um, Terug naar die uitstraling. Dat is ja. interessant. Dat is interessant. Jij zegt, uh, we, we, uh, op een bepaald niveau kom je dan nog jongens, dan kom je toch geen jongens meer met weinig vertrouwen. Als je eenmaal uh, op een WK bokst, dan uh, is iedereen goed. Nee, maar het, wat, wat maakt dan het verschil in uitstraling? Ik denk dat het hem dan niet meer in uitstraling zit. Ik denk dat het hem dan in uh, persoonlijke kwaliteiten zit. Kijk, okay. ja. okay. uh, okay. ik heb wel wedstrijden verloren mentaal. Yeah. Dus dan was ik goed getraind. Uh, maar waren lichaam en geest op dat moment niet één? En, uh, Wat is lichaam en geest één? Zo? Dus jouw, jouw getraindheid, maar ja. ook jouw denken, hoe jij denkt, hoe jij in die wedstrijd ingaat. Uh, geloof jij in je eigen kunnen of ben jij je tegenstander meer aan het analyseren wat hij allemaal kan? Mm -hmm. En als je dat doet en je gaat naar je tegenstanders gaan kijken alleen maar, mm -hmm. dan ben je niet meer bij je eigen krachten. Precies. Dan sta je niet meer bij je eigen standpunt. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus belangrijk is bij jezelf blijven van jezelf, van je eigen krachten uitgaan, maar tegelijkertijd ook scha kunnen schakelen naar jouw tegenstander. Dus hoe jouw tegenstander boxt, daarop mm -hmm. kunnen aanpassen. Ja. Dat, is, dat, dat is denk, als je dat kan, dus kan schakelen in een wedstrijd op jouw tegenstander. ...dan ben je denk ik een goede bokser. Ja, ja. Zeg maar, het analyseren van je tegenstander... ...zonder te veel met hem bezig te zijn... ...en toch in je eigen kracht te blijven. Want ja. het, je, je, alleen vanuit eigen kracht... ...je moet natuurlijk wel anticiperen op de ander. He? Ja, uiteindelijk is reageren op je tegenstander. Je kan wel precies, dom blijven staan en ze terugkoppen, maar... Nee, nee, maar bedoel... ...jij ziet, uh, als je een snelle scan maakt... ...de ja. eerste tien seconden. De eerste tien seconden, de ja. eerste tien seconden dus maak je een snelle scan... ...en daarin maak je inschatting van wat die kan. Ja. He? Uh, da en da daarop baseer je de, uh, je keuzes die je maakt. Ja. En dan probeer je aan de ene kant. Ook wel, ook wel eens foute keuzes gemaakt in de ja. eerste seconde. Ja. Ook Vertel, wel, eens. Ook wel... Vertel eens. Nou ja, uh, een wedstrijd die ik eigenlijk nooit meer vergeet. Ik win in 2017 de bronzen medaille op het Europese kampioenschap. Ik win in de kwartfinale van uh, Wit-Rusland. Een maand later boks ik op het wereldkampioenschap. Uh, weer tegen die witrus. rus uh, In die eerste wedstrijd overklas ik die tegenstander totaal. Dus uh, het stoten en weer weg. Stoten en weer weg. Net, net je tegenstander een tikkeltje voor zijn. Dus als, nee, hij, ja, 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 ja. als hij die actie wil zetten, zet ja, ik snel in, een actie. In zijn actie. Zet ik, Juist. Dus als hij die actie wil zetten, zet ik snel ah, een actie okay. en was ik weer weg. Yes. Net, dat is eigenlijk het, het hele spel, net een ja. tikkeltje voor zijn. Ja, 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 ja. En uh, nou, ja, in die tweede wedstrijd... Uh, stukje onderschatting denk ik... omdat de eerste wedstrijd zo makkelijk ging... en hij was gretig. En uh, de eerste tien seconden... en uh, ik loop vol op een stoot. En daardoor krijg ik acht tellen in die wedstrijd. En dan uh, nou, moet ik echt zien te overleven. En je het je het wordt een compleet andere wedstrijd. En ik herstel. Ik herstel en ik ben eigenlijk weer... Uh, in die wedstrijd... Uh, weer mijn eigen spel gaan doen. Dus stoten en weer weg. Net een tikkeltje voor zijn. Dat mm -hmm. lukte me aardig. In die eerste ronde neergaan... Ronde 1 weg, ronde 2 en 3 win ik. Ik win die wedstrijd. Uh, oh, je wint hem wel. Ik win die wedstrijd, ja. Maar die eerste ronde was even een. Die was weg. Dus uh, het was ook een hele. Uh, die wedstrijd was heel close. Ja. Maar. Uh, die vergeet je niet meer. Wat... Dat vergeet je niet meer, nee. Ja. ja. Het, uh, interessant, kijk. Interessant. Um, interessant, interessant. Het zijn natuurlijk. Je kan natuurlijk tegen iemand zeggen, ik heb op het wereldkampioenschap gebokst en in Hamburg en een heel verhaal tegen Wit-Rus, maar uh, die ervaring hoe je dat hebt beleefd, dat kan je niet in woorden omschrijven. Nee, moet iemand, ja, 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 ja. Een wedstrijd die moet je gewoon zelf ervaren hebben om dat gevoel te hebben. Dat ja. is een spanning die er op je afkomt. Je ja. wilt presteren, je wilt laten zien wat je kan. Je hebt er al die tijd voor getraind. Gaat spanning in je lijf zitten? Ja. Wat doet spanning ja. in je lijf? Het vreet energie. vreet energie. Ja, echt. Dat ja, kan, uh, kan heel veel met je doen. En, um, Hoe voelt dat, dat de energie vreten? Um, Onrustig zijn. Uh, ja. Uh, zweten. Ja. Um, Constant aan het denken. En heb je het nou over ja. later in je carrière ook nog dat, dat die spanning. Komt dat dan vanuit druk? Wat op de prestatie. Nou ja, druk. Ligt? Ja, vooral ja. druk. Als ik in de kwartfinale op een WK box. Ja. En, ik, en ik box de ronde om de medailles. Dus dan, ja. dan ben ik nummer drie van de wereld als ik die wedstrijd win... Ja. Ja. Ja, dan ligt daar druk op. Dan wil je daar presteren en ja. uh, daar heb je voor getraind. Oké, okay, en onderdeel van, onderdeel van topsport is natuurlijk het beheersen van de druk van de prestatie. Ja, ja. Wat, wat, hoe ging jij met die druk om? De ene keer beter dan de andere keer. En ja, daar hebben we het ook over pieken natuurlijk. Hè? Ja, uh, ja ene... maar goed. Kijk, als je aan piek bent voor een, voor een losse wedstrijd, ja. dat is nog wat te doen. Maar we hebben het nu over het eigenlijk ja. Met de wedstrijd wordt de druk groter. Ja, ja. Dus, ja daar, moet je, daar moet je mee om kunnen gaan. En, ja, uh, ik, hoe? Hoe deed jij dat? Wat is je ervaring? Waar ging, waar, waar ging dat goed? Waar ging dat zo vinden? Ja. Vooral bij jezelf blijven. Dus, uh, en ook niet te blij zijn met één gewonnen wedstrijd in een toernooi. Mm -hmm. dat, is nuchten, ook, dat is denk ik ook heel belangrijk. Je hebt een wedstrijd gewonnen, maar je weet morgen of overmorgen heb ik weer een wedstrijd. Mm -hmm. En het wordt steeds belangrijker. Dus heel even blij zijn, kort analyseren en dan weer verder. Ja. En dat is denk ik in een toernooivorm heel belangrijk. Goed, maar dan wordt die druk groter. Dan sta je, ga je naar die, naar die finales toe. gaat het om de medailles. Ja. Dan, ja, uh... ja. En dan ga je groeien in het toernooi. Dan ga je groeien in het toernooi. Dus dan uh, is het de truc om eigenlijk boven jezelf uit te stijgen. Hè? Dus vertrouwen op je team. Vertrouwen op je trainers. Uh, op je teamgenoten. Dus dat je uh, een band hebt met elkaar. En dat je erin gaat geloven. En als je dat doet... En dan kan je boven jezelf uit gaan stijgen. Dus dan kan je eigenlijk nog beter gaan boksen. dan dat je eigenlijk uh, ooit hebt laten zien. Dat is een soort. Ja, hoe ga ik dat zeggen? Dat is een soort magie die er dan gaat ontstaan. Mm -hmm. Ja. Wanneer heb je die. Uh, kun je die momenten terughalen. dat, dat je zegt die, dat, dat, dat groeien in het toernooi. En die magie die dan ontstaat. Ja, vertel me. Uh... Ja, het is niet alleen in een uh, in een toernooivorm geweest. Uh, wat ik zelf nog steeds een heel mooi moment vind is uh, op het EK onder de 22 bestreed ik eigenlijk niks. In 2017 in datzelfde jaar, normale EK bij de senioren, won ik een bronzen medaille. Ja. In die wedstrijd tegen die Wit-Rus uh, boxte ik eigenlijk een hele sterke wedstrijd en dan steeg ik ook boven mezelf uit. Uh, ja, waar we het al over hadden. De wedstrijd tegen uh, Peter Muller op het NK. Uh, ja. Moet je het ook laten zien. Ja. Maar ook uh, de chemiepokaal in 2016. Dat ik uh, daar dat toernooi win. Er hebben uh, ja, grote namen hebben daar gestaan. Die hebben daar geboxt. En dat je dan dat toernooi wint. En dat je in de finale van een Russisch kampioen wint. En ja, het was een hele spannende wedstrijd. En dan had het ook de andere kant op kunnen vallen. Dat, had, dat moet genoemd worden. Maar ja, dan presteer je gewoon. En dan... In die wedstrijd met die Russische kampioen, dan verlies ik die eerste ronde. Ja, dat zijn wel, dat zijn wel meer vooruitgang. Dan verlies ik die eerste ronde. Ja, ja. Hè. Dan komt. Uh, Acht tellen in de eerste ronde. Uh, nee, nee, dan verlies oh, ik die ronde oh, op punten. Okay. De eerste ronde. Uh, dan komt Henny van Bemmo in mijn hoek. Komt Sammy in mijn hoek. En. Uh, die zeggen één, twee dingen. En ik, ga, ik ben dat gewoon gaan uitvoeren. Ik ben dat gewoon gaan doen. En, en gek genoeg, ik win, win die tweede ronde. En. Ja, ik ben eigenlijk. Uh, meer vanuit mezelf geboksen, weer te stoten, verplaatsen, wegwezen. Ja, ja, ja. Dat ben ik eigenlijk gaan doen, eigenlijk mijn spel, dus gewoon uh, ja, stoten en weer weg, stoten en weer verplaatsen. Dan Win ik ronde twee en ronde drie is heel, uh, ja, dat is de winnende ronde, de beslissende ronde. En, uh, nou ja, die wedstrijd is afgelopen ja, en uh, ik win die wedstrijd met een de split decision. Dus... Ja, dat zijn wedstrijden die vergeet je niet meer. Nee, nee, nee schitterend, ja, nou. ja, ja. Dat is, dat is, uh, ja. mm. Juist die ommekeer. Uh... Ja, ja, precies. Dus dat je eigenlijk je staat achter. Dan je, daar zo, je hebt maar een minuut, hè? Je moet, in die minuut moet je op adem zien te komen. Mm -hmm. Maar je moet ook nog eens weer een plan precies. klaar hebben voor die volgende Ik ronde. Een goed idee: weer een nieuwe ronde. Precies. Ja. Want je wilt winnen. Dus je hebt dan. Ja. Je hebt het over, als we het hebben over drukmanagement. Het omgaan met de druk tijdens. Kijk, met een prestatie komt de druk. Die druk die, uh, die geeft een bepaalde spanning. Nou, de vraag is: hoe ga je ermee om? Zeg jij ja, ja, dicht bij mezelf blijven. Uh, ook een beetje met beide benen. Als je het over het toernooi hebt, met ja. beide benen op ja. de grond blijven ja. staan. Hè. Dat zijn mijn woorden, maar ja. dat idee. Ja. En, 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 ja. Wil ik eigenlijk nog één ding zeggen? Wat mij altijd heel veel uh, zelfvertrouwen uh, heeft gegeven, um, uh, is, de, is de voorbereiding naar een belangrijk toernooi toe. Dus als ik echt uh, er vol voor had getraind, dus eigenlijk, uh, zo zie ik het ook als een eindexamen. Je hebt er heel goed gestudeerd. Dan ga je vol uh, zelfvertrouwen naar je eindexamen. Want je nee. denkt eigenlijk alles te weten. En zo was het voor mij ook met een uh, belangrijk toernooi. Als ik gewoon echt keihard had getraind, ik had er alles voor gedaan en er alles voor gelaten dan ging ik ook echt met zelfvertrouwen uh, daarheen. Want ik vertrouwde gewoon op mijn voorbereiding... dat het gewoon goed was gegaan. En ik vertrouwde op het team. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Dus echt ook vertrouwen putten uit... Uh... Ja, uit je voorbereiding. Ja, ja. ja. En dan ja, is het, het is natuurlijk... Kijk, in topsport heb je geen zekerheid. Dat nee, is gewoon nee, zo. Nee, nee, dus nee. een hele ja, goede, gaat... vo de hele goede oh. voorbereiding... Uh, zegt nog niet dat je dan gelijk... Uh, per definitie dan gelijk goed gaat presteren. Maar... Uh, voor mij gaf het wel uh, de basis van succes. Wat is nou de... de... Hoe koppel jij nou voor? Oké, bedoel je hebt natuurlijk de fysieke voorbereiding. En de, 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 de voorbereiding heeft mentale, fysieke, technische, tactische aspecten. En dan heb je uiteindelijk de wedstrijd. Ja. En je zegt van, nou ja, als die voorbereiding, als ik daar alles in heb gedaan wat ik moest doen, dan geeft dat vertrouwen. Ja. Maar dan moet die voorbereiding, hoe, bedoel, hoe gaat die voorbereiding? Je kunt een voorbereiding ondergaan. Ik zeg tegen jou, ga 100 kilometer rennen. Jij gaat 100 kilometer rennen. Ja. Of je gaat de voorbereiding ook... Dan ben je dus in die voorbereiding ook heel... Moet je ook heel bewust bezig zijn, ja. lijkt mij. Ja, snap je? Precies, ik bedoel, ja. Anders gaat het niet voor je werk of zo. Nee, doe kijk, als jij zegt, ik ga 100 kilometer rennen. Jij gaat 100 kilometer rennen. Doe dit, doe dat, links, rechts, hoe, hoe ja, de linkse, en rechtse. Hoe actief ah, ben je dan in die voorbereiding... bezig met de voorbereiding op de wedstrijd? Ja. Ja, hoe, hoe, hoe koppel jij... Zeg maar, al die voorbereiding ja. de, aan een wedstrijd. Hoe, ja, ja. hoe, hoe? precies? Ja, ik, ik, ik moet wel het vertrouwen hebben in, in, in het team wat achter ja. me staat. En ik vertrouwde in Sammy. Um, en inderdaad, je moet wel weten waar je mee bezig bent. En. Um, Kijk, als je tegen mij gaat zeggen van 100 kilometer hardlopen... dan zou ik zeggen, waarom? Wat is het doel daarachter? Ja, nou het en, gaat me niet zozeer om die 100 kilometer... maar het gaat me meer van... Uh, de, de, van hoe bewust gebruik je die input... Ja. Hoe, 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 hoe leidt dat tot die piek naar de we, daadwerkelijke ja. wedstrijd toe? Dat begint dus uh, met lange duur. Kijk, als je van niks begint, dan begin je met lange duurtrainingen. Uh, opbouwblok, ga je, steeds, en dan ga je steeds korter, steeds scherper, ga je naar die wedstrijd toe werken en in het begin opbouwblok is zwaar en dan steeds scherper, steeds meer iets meer rust, iets meer rust, steeds scherper, steeds kortere training, steeds meer fine tuning en dan uiteindelijk is het uh, hoeveel uh, van die wedstrijdvoorbereiding of trainingskamp heb je gehad ticht toch? Nou kijk een hele hoop op Papendal en uh, ja, ook voor de belangrijke toernooi gingen we vaak dan in Duitsland trainingskamp doen, ook wel in, in Hennef, waar dan uh, eigenlijk waar ze vanuit heel de hele wereld dan uh, met teams en toe kwamen om daar nou, vlak voor een WK met elkaar nog even te gaan sparren, oké. Okay, wat was je succesvolste jaar? De, als, als jij het jaar waar ik meeste op terugkijkt, of of, of is het niet in de, is het gespreid? Zeg je nou, ik, ik, denk, ik denk, gespreid. Mm, het begon in 2015 en 2017, uh, het meest succesvolle box van het jaar. 2006, ja, ja. ja, was dat dan een, een optelsom van de voorgaande ja, jaren? Ja, dat denk ik wel, ja. 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 Nou, wat ik een beetje, waar ik een beetje Kijk, als je natuurlijk zo lang een topsport doet, dan zit je, ik bedoel, het lijkt me het heel lastig om niet routinematig te gaan werken. Snap je al die voorbereidingen? Hoe hou ja. je dat? Hoe hou je, behoud je jezelf? Dus hoe laat je dat voor elkaar werken? Ja. Je kent op een gegeven moment die inhouden, ja. dus hoe blijf je dan nog steeds? Zo'n voorbereiding, hoe laat je dat nog voor je werken? Ja. Ja, dus dat je niet in de sleur trekt. Ja, als je routine, sleur hebben, ja. je, je hebt natuurlijk bepaalde blokken, je, ja. je kunt ze zo opnoemen. Hè. Ik ja. hoor het al duur en dan steeds korter en scherper. Ja, maar wat mij om gaat, dat die, 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 niet ja. de opbouw, maar de inhoud, en hoe koop. Kijk, wat, wat ik was tegenaan loop van ik kan natuurlijk duizend in één trainingsvormen bedenken, maar zodra de bokser er niet zelf op gaat kouwen en herkouwen... Je? Dus er moet een bepaald bewustzijn zijn van wat, wat ik in die voorbereiding doe. Ja. Die, die, dat moet ik altijd koppelen aan het wedstrijdmoment. Of, ja. Ik weet niet hoe jij dat ervaart. dus ben ik benieuwd. Ja. Dat wil ik weten van jou. Ja, kijk, in, ja, je zei het zelf, er zijn een hele hoop trainingsvormen in de box. En er zijn zoveel uh, variaties. Uh, en ik, kijk, uiteind, uiteindelijk is het niet aan mij om het programma te maken. Kijk, uh, de trainer maakt het programma en ik volg. Maar het moet wel een doordacht programma zijn. En een programma hebben waar je vertrouwen in hebt. En het programma moet ook wel een beetje duidelijk gemaakt worden van tevoren: van wat gaan we doen? En uh, kijk, een training hoeft niet altijd leuk te zijn. Kijk, plezier staat bij mij voorop. Alleen uh, een hele zware training waarbij je hartslag maximaal had, hoeft niet uh, per se leuk te zijn. Mm -hmm. Um, dus je moet wel het doel voor ogen houden. En nou, dat het soms minder leuk is, dan is dat maar zo. Uh, als je maar je doel in, voor ogen hebt. Wat houdt. vond jij de vreselijkste uh, onderdelen? Als je terugdenkt aan het boksen, dan mis ik echt niet. Uh, Wat, is het het lopen of is het. Uh, <laughs> <laughs> ja, nou, ik liep kort, hè? Ja, liet, nou, dat is misschien gek. Bij de jeugd liep ik het hardste. Yeah. Maar bij de elite werd ik zwaarder en uh, dan, was, dan, was het, dan was het niet meer zo. Oh, okay. ja. Jij hebt wel een met een ja. drie minuten duizend. Ja, ik heb wel bij die, toen voor de EK jeugd. wel uh, drie keer drie loop liep ik de eerste drie minuten gewoon een uh, kilometer. Ja, een ja. kilometer. Ja. Ja. Ja, 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 ja. En dan was ik eigenlijk voor de lichte jongens nog eentje. Ja, uh... ja, maar daar liepen een paar, ja, ja. paar patatzakken ja, bij. Ja, toe, ja, ja. Die, die, die moesten echt op de pens krijgen. Ja, ja. ja. ja maar jij, ik, liep ik. Wel, jij liep toen uh, bijzonder hard. Hè. Dat ja, weet ja. ik nog. Ja, ik heb eigenlijk de drie keer drie loop, maar die mis je niet die mis ik niet. Nee. Nee. En ook <laughs> uh, ook uh, ja, de Papen onder de door het bos heen, zeg maar die rondes die we daar ja, maakten. Ja, de Ja, echt is dat je gewoon, uh, dan moet je echt zo diep gaan en ja. ook, uh, ja, ook met de hartslagmeter om drie keer drie maximaal op die zak uh, ja. te keer gaan. Nou, dat is echt, uh, ja, dan, dan moet je gewoon heel diep gaan. Ja, ja. mis je niet. Kijk, nee, dan je, nee. dat mis ik niet. Nee, ja. <laughs> Ja, dus ja, ik, ik denk dat het vooral belangrijk is dat je gewoon uh, nou ja, dat je vooral variatie houdt in de training. En ook. Ja. Kijk, als je, zo, als je zo intensief bezig bent in een team, dan is het ook belangrijk dat je niet alleen maar bezig bent met boksen. Dat je ja, niet en... uh, tunnelvisie krijgt. Nee, Dat je ook gewoon na de training heb je het erover. En ja, inderdaad, het analyseren in de auto naar huis. Maar uiteindelijk moet je ook een moment hebben... Maar. dat je met een team uh, een avondje gezellig wat gaat drinken. Dat het, precies, precies. Dus dat je uh, een keer over andere dingen hebt. Ja. Nee, die, die, die balans is heel belangrijk. Ja, precies. Maar weet je wat ik al vaak bespeur? Dat, dat die balans de ene kant op is niet zo moeilijk. Ik denk, ik bedoel, ik ben het met een je eens dat het een wezenlijk onderdeel is... dat je niet alleen in de tunnel kunt zitten. Dat, is, dat kan niet, weet je wel. Dat uiteindelijk vernauwt en breekt ja. het af. En is dat uh, leidt tot overspannenheid. Ja. Kijk, dat die balans moet zijn. Dat is, mij, dat is mij super duidelijk. Ja. En alleen dat is in principe een makkelijker onderdeel om. Ja. En bij mij gaat het er even om. Tenminste, wat ik graag wil weten. Toch even aan die andere kant waar. Want. Dat is, daar zit veel meer spanning op, inderdaad. Je moet loslaten, maar je wil ook je wil wat met de ervaring doen... zodat het voor jou gaat werken. Ja. Snap je? Ik bedoel, alleen een training ondergaan... een spanning ondergaan en daar niet, niet iets mee doen. Kijk, wat jij zegt, ik zit in de auto... en ik kan het filmpje weer afspelen in mijn hoofd. Kijk, ik zeg een ervaring is pas een ervaring... op het moment dat je het kunt terughalen in je hoofd. Ja. Ja, en dan nog, en dan nog uh, weet je niet meer alle momenten. Nee, dat In de kan, wedstrijd dat, ook. Ik heb altijd maar een paar momenten die ik als, dan nog weet. Nee, maar dat. En die paar momenten, geloof ik, dat, die zijn heel waardevol. Omdat dat concreet. Omdat dat echt de ervaring is. Omdat ja. je het terug kunt halen. Ja, en dan. Nee. Ja, precies. Dus een aantal cruciale momenten het pik je eigenlijk. Uh, kijk, uit die, uit, die, uit die training of uit ja. die wedstrijd. Ja, waarom werd ik daar geraakt? Um, Waarom maakte ik uh, een bepaalde keuze? Kun je dan weer voelen hoe je erbij stond? Ja, want wat je ook wel vaak weet nog is uh, of je hem hard geraakt hebt en hoe hij daarop reageerde. Ja, vooral het lichaam voel je dat wel goed dan. Ja. Dan voel je die impact hoe je, hoe je, hoe je hem erin schroeft. Ja, ja, ja. En hoe je erin schroeft. En dan voel ja. je ook hoe die spanning, hoe die energie bij hem overgedragen ja, ja. wordt. En dan, uh, kijk, als je het lijf-aan-lijf lijf gevecht hebt binnen het boksen dan. Die ademhaling van die tegenstander, die, die hoor je, die voel je ook. Dus dan weet je of, ja, hoe die ervoor staat, of die vermoeid is of niet. Ja, 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 ja Maar dat zijn dingen die moet je kunnen lezen, moet je ja, bewust zijn. Ja, ook uitstraling je... van juist, iemand. Juist. Ja, of die actief is, of dat juist. die wat rustiger wordt. En vaak heb je ook nog wel zo dan... Ja, dan moet je ook in groeien of je ziet dat een tegenstander last heeft van een stoot of niet. Mm -hmm. dat, dat moet je ook kunnen lezen, hoor. Want ja, ik heb wel eens filmpjes teruggekeken dan dacht ik van... Nou moet hij last hebben. En dan deed ik zelf eigenlijk ook niet zoveel. Dan zag ik dat niet in die wedstrijd zelf. En dan pas achteraf dacht ik van... hé, daar moet hij echt wel last van gehad hebben. Ja, ja, ja. Dus je, daar, je wordt kan je, daar scherper op. Daar, ge... daar kan je ook in groeien, ja. Ja, dus ja. Dat je je tegenstander gaat lezen of hij last heeft van een stoot. Mm -hmm. ja. mm -hmm. Want het is natuurlijk de kunst ook om een stoot te camoufleren. Als ik hard getroffen word... of als jij wordt hard getroffen... wil je dat niet, laten, wil je dat nee, niet nee, weten. Nee, precies. nee Eigenlijk... Uh... Stoot, die komt eigenlijk het hardst aan wanneer jouw tegenstander hem niet ziet aankomen, ja, natuurlijk. Ja. Kijk, als ik vanaf een meter afstand zeg van ik ga nu stoten en ik stoot naar jou, dan span je alles aan. Dan ben ja, daar ja. Maar als ik een, een schijnbeweging maak en ik ja. stoot uit een hoek waarbij hij hem niet ziet aankomen en alles is ontspannen, ja, ja. Dan, dan komt hij toch het hardst aan. Ja, ja, dat is. Dat is. Ja, interessant. Dit is interessant. Maar dat maakt het gevecht juist zo interessant, natuurlijk. Hè? Ja, het gaat. Het is een gevecht natuurlijk, maar ook. Het is een heel uh, technisch en tactisch gevecht. Ja, ja, precies. Maar het, is, het komt uit het, het lezen van de tegenstander. Ja. Komt het, is, het is veel meer als. Uh, ja, ze zegt het is de noble art of zelden. Ja, 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 maar het gaat toch al als je dat daarin kunt zitten, weet je Hoe jij erover spraakt, ja. van, van uh, horen aan de adem van, van hoe ja, die erbij staat, ja. weet je wel, oh. ja. voelen hoe ik die hoe ik, als ik die stoot in zijn lijf schroef. Ja, precies, is ja, en zelf ook dat weten het kunnen, het kunnen lezen van je tegenstander. Soms, soms weet je, soms weet je ook als je contact maakt van ja, die je moet hier last van hebben, toch ja. Dat ja. Dat, ja. Ja. ja, sommigen kunnen dat heel goed camoufleren. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, 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 ja <laughs> die hebben ja, ja. een soort uh, ijzeren plaat voor ja, hun gezicht. Ja, ja, en die, uh, ja, ja. Emotieloos. emotieloos ja, ja. Ja, 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 ja. Hey, waar ik het nog even over wil hebben. Er zijn er veel uh, tegenstanders geweest waar je van onder indruk bent geweest. Of nee. zijn, er tegen... nou, zijn er tegenstanders niet geweest? Niet veel, maar er zijn er wel een aantal geweest. Ja. Oké, okay, noem eens: uh, uh, Cuba, Savon. Het uh, um, is gewoon een hele sterke jongen. Ja. Heb je tegen gebokst? Tegen boksen. Wanneer? Uh, chemiepokaal 2018. Oh, dat is, een, dat is dag, een, de ja. dag na het Nederlands kampioenschap. Gelijk naar de chemiepokaal gegaan in Duitsland. Oh, en uh, Twee dagen na het NK gelijk naar de chemiepokaal in Duitsland. En uh, ja, daar de chemiepokaal gaan boksen. En uh, welke ronde kwam je tegen? Half uh, finale. Ja, de eerste, uh, eerste wedstrijd tegen India gewonnen. Uh, daarna uh, wolken over tegen Duitsland. L een lastig jonge India? Uh, ja. ja ook, Van die uh, dit ook niet al mee bij de jeugd? Is de uh, ja, ja niet? Nou, zilver, zilver op de WK Jeugd. Ja, ja, en brons op de Commonwealth Games. Ja. En echt ja, een hele aparte boxen. Echt... Ja. Uh, Lange abo Bijna zeg, gewoon een soort clown eigenlijk. Ja. Gewoon dansen, springen, handen laag, bewegen, rare dingen. Ja. Dat is heel moeilijk om daar maar tegen je, te boksen. Ja, maar je kon, je kon, je kon de kroon er blijven. Moeilijk. Kijk, soms heb je boxers, daar kan je heel mooi tegen boksen. Ja. Maar je hebt ook boxers, die kan je helemaal niet mooi tegen ja. boksen. Maar in die wedstrijd moet je wel zien ja, te winnen. Dus ja. dat, is ook, dat is ook nog wel een truc, ja. hè? Stijl ja Style makes matches. Ja. 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 Toen tegen Savon, vertel. Um, nou ja, kijk in de voorbereiding in mijn brandweeropleiding. Uh, alles eraan gedaan om zo fit mogelijk daar te staan. En dan. Uh, dan merk je dat dat niet genoeg is. Dan, denk ik, dan merk je gewoon dat, uh, dat. een brandweeropleiding en boksen. Uh, die combinatie. Maar waar op, op zit dat het niveau, niet genoeg in? Uh, wat, wat is niet genoeg? Eigenlijk mentaal. Dus. Uh, ik was onder de indruk eigenlijk dat die. Uh, de huidige wereldkampioen. Uh, op dat moment uh, was. Of nog steeds is. Daar was ik onvoldoende indruk. Dus ik ging eigenlijk te voorzichtig boksen. En niet van mijn eigen kracht uit. Mm -hmm. uh, maar ook het ritme. Het ritme in de wedstrijd. Dus uh, kijk, als je een echt een goed ritme hebt uh, binnen het boksen... Dan, dan zie je stoten aankomen. En kan je daarop reageren. Ja. Dan kan je daar wat mee. Ja. Als je ritme minder is, dan zie je die stoten wel aankomen, maar... Of laag. je pakt ze, je, je ja. bent net te laat, ja. uh, je kan er niet op reageren. En dat was uh, dit het geval. Um, ja. Kijk, en dan is dat hij, omdat hij, omdat hij veel vanaf de van tel werkt, zeg maar buiten. Ja, dat, kijk, hij, dat hij daarin heel verrassend uh, Ja, kijk, de Cubanen die zijn, die zijn gewoon goed. Maar waar mee, zit dat goed dan in? Kijk, ja, ik denk vooral ritme, dus vooral ja. het vele herhalen. Uh, ja, maar ik bedoel in de wedstrijd zelf. Ja, dus gewoon ja, ook het gevoel hebben. Ja. Het gevoel van... Uh, wanneer kan je stoten en wanneer niet? Wanneer, wanneer, wanneer ga je niet. verdedigen? Wanneer doe je een stap achteruit? Het gevoel hebben. Dat is gewoon... Pakken ze alle kansen? Of veel kansen? Of laten ze ook liggen? Of, of laat pakken ze, 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 laten kiezen ze? Ook, ze kiezen. Ze laten, ze, ook kiezen. Liggen, ze laten ook liggen, ja. Ze laten ook liggen. Ja. Maar dan ook gewoon omdat, het, omdat, omdat ze... Door... Ja, het zijn geen... Ja, het zit, er zijn enkele... Die, dat is een vechter, die, gaat, die knalt erop. Maar ja. vaak zijn het stylisten. Dus die ja. gaan wel... Uh, ja. Die willen er wel een mooie pref show van maken. Ja, ja die dus willen er wel we een show maken. Ja, ja ja En ook... Ik denk ook... Uh, de ervaring... Ze zijn ontspannen staan ze eigenlijk wel in de ring. Mm -hmm. Zo, zo oogde het tenminste. Mm -hmm. En uh, ik had... Kijk, ik ben zelf een, uh, een bokser die veel met mijn voorhand werkt. Daar ben ik goed in. Sturend, sturen. Met sturen die voorhand. met die voorhand. Daar was ik in die wedstrijd ook van plan. Alleen... Uh, hij liet zich niet sturen. Maar hij liet zich niet sturen. En op dat moment. Uh, kijk, ik had niet verwacht dat hij. Uh, voor mij oogde hij altijd een beetje traag. Hij stootte hem misschien hard, maar voor ja. mij oogde hij altijd traag. Maar in die wedstrijd kwam ik erachter dat hij ook nog best wel snel was. Ja. ja. Dus. Uh, Zo'n fysiek sterk, jongen. Fysiek ook. sterk, lang. Ja. Hij komt uit het superzwaargewicht. Ja. Uh, ja. En telkens werd ik eigenlijk geraakt door die voorhand, wat eigenlijk mijn wapen ja. is. Dus ja. Oké, daar leer je weer van, en dan denk je van, ik neem het weer mee die ervaring alleen. Uh... Je, 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 hij liet zich niet sturen, dus was het nou zo dat uh, zoals we gewend zijn bij de cubaines dat uh, dat je hem totaal niet vast kon zetten en dat hij dus de hele tijd vanuit vanuit. Uh, ja, hij, ja, hij stuurde mij. Hij stuurde jou. Ja. Je had het midden van de ring. Hij, had het midden. Hij ja, midden van de ring. We ja, ja. ja. zaten ook dan in de in de, in de, in de fysieke, um, fysieke, ja, fysieke. Ja, ja. Ik denk nou, fysiek, als die ons naast elkaar staan, ik, ik, denk, ik denk dat het niet heel veel scheelt. Hij zal fysiek wat sterker zijn, maar vooral ook uh, ja, op dat moment uh, in ervaring ja. en in ritme. Ja. Dus uh, ik zat midden in de opleiding. Ik had eigenlijk vrij weinig ritme en ook uh, ja, het mentale. Dus eigenlijk was ook wel. Uh, ja, dat zeg ik eerlijk, ik was wel. Uh, ik, ik ging het gevecht niet aan. Ik was eigenlijk onder de indruk van: hé, hey, die is wereldkampioen. Ik, wil, ik moet eigenlijk ook wel een beetje op mijn hoede zijn. Ja. Dus en dan is zijn lichaam en geest zijn er op dat moment niet één. mam, ja. Ja. man, -ma -ma, we, kunnen, we kunnen nog wel even bij volmaken, Roy. Ja, hey, ik vind het heel. Hey, maar, kijk, jij vraagt een hoop aan mij. Ja. Maar, um, ja, als trainer. Wat is jouw. Want uh, je bent zelf wedstrijdbokser geweest. hè... Ja, dat ben ik. Ja. 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 Ik weet dat je tegen de Lado James hebt gewonnen. Ja, ja, ja dat weet de ik. de enige lever op aarde die ooit van me gewonnen heeft. Ja, ja. Nee, dat is niet waar. Um... Ja, Roy, jij wilde de rol even omdraaien, maar dat gaat niet gebeuren. Ah. 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 Dit is hoe ik Werk.